Hallo allemaal, ik ben in de Villepark in Houten. Daar heb ik vannacht geslapen. En ik zit nu bij de Open Haard. Heel erg lekker. Het is echt een heel gezellig sfeertje. En als je dus een beetje ver weg woont, dan is het heel prettig om af en toe in een hotel te slapen. En omdat we 2 keer in Nieuwegein in Zoetermeer spelen, heb ik dus vannacht in een hotel geslapen. In Houten, want daar werkt mijn man. Ja. Dus dan is dat wel zo gezellig, want hij sliep erover. Nou, de kamer was ook heel mooi, maar daar ben ik alweer uit. Maar daar hebben we een hele mooie foto van. We hebben onze lunch gesmeerd. Want nu gaan we een fietstocht maken langs de Rotte. Ja. En dan krijg ik honger. Yes. Wat we gaan doen? Pokémon! Oh ja! Pokémon! Ja! Ik moet nog kookstap doen! Maar Pokémon! We moeten onze streak halen. 6-day streak! 6-day? I don't know. We moeten eieren uitbroeden. Nee, het is vrijdag, het is de 5-day streak. Heb jij dat echt zo op dag? Ik kan die zalen wel laag zetten, maar ik moet een stap. Hier, Charlotte valt eraf. Ja, we hebben wel genoeg fietsen, hè? Ik zat, maar Charlotte past er niet op. Nee. Oké, ik kan op zo'n kleintje. Ja, maar dat is echt heel hard werken. Ja? Ja, dan ben je echt aan het... Ik ben de laatste tijd al niet meer zo sportief. Zeker niet op de fiets. Ik doe alleen Pokémon op de fiets. En dan, hoe hard moet je daarna... Dan moet je niet te hard voor fietsen, want anders krijg je die Pokestops niet. Zo, Erik. Zo. Zijn we er klaar voor? Het is een luxe, hè, Kim. We hebben zelf niks hoeven te doen. Pokémon. Oh, dat wordt een lekkere fietstocht. Die altijd gaan stoppen op de Pokémon. Nee, Pokemon. We hoeven maar 1 streak te halen. Nee, 1 streak is voldoende, Femke. Ja, gelukkig. Komt ja. Dassen. Nee, het is hetzelfde. Dassen en muts. En met die dikke handschoenen. Ik heb zelfs nog extra handschoenen. Als ik het te koud krijg, kunnen deze nog onder. Ja, dat is echt niet nodig. Ja, het is echt hartstikke warm. Ja. 15 graden met zon. En ja, maar ik bedoel, gemiddeld heb ik nog steeds maar 5 uur geslapen deze week per dag. Hè? Dus ik bedoel, 1 keer 8 uur slapen zet geen soda aan de dek. Oké. Okay. Yes, off you go. We gaan. Dankjewel. Ja, we zijn alweer 5 minuten aan het fietsen. En het is stop nummer 2. Ik kijk even aan of mijn trui uit kan. Het is best wel lekker. Tegen de zon in, je ziet er helemaal niets van. Maar... Dat is maar goed ook. Ze heeft een heel lelijk t-shirt aan. Oh, een t-shirt mag ze eigenlijk voor mij niet aan. Een t-shirt mag ik alleen aan als ik een trui aan heb. Ja. Dat ja. Had ik. Uitsloven. Wij kunnen ook wel zo hard hoor, maar dat willen we gewoon niet. Zit op de fiets! En waar zijn we eigenlijk? In Blijswijk. Ja, dat weet ik, maar waar? Bij de Rotte. Met Charlotte erachter. Charlotte, fietsen! Zo, lekker fietsen. Wie gaat er op kop? Het is Charlotte. Ongelooflijk. En waar is Kim? Kim. Waar is Kim? Gaat het goed, Kim? Zwijgen is toestemmen, toch? Ja. Dat zijn de Rottemeren aan de linkerkant. Ja, rechts is de Rotte. En ons tempo is even af. Charlotte. En Charlotte. Charlotte is ook af en toe een beetje rotte. Oh, nee. Nou, die lucht, alleen hè? Alleen in de coulissen, ja. Alleen in de coulissen. Ja, maar daar ken ik wel meer rotte mensen. Ja. Ik denk wel een hele groep van 4 meiden. Echt waar? Zo, die kunnen rotten in de coulissen. Inmiddels zijn we weer in Zoetermeer, in het theater. En we gaan nu soundchecken met z'n viertjes. Nee. Zijn we met z'n vieren? Olé, olé, olé. Olé. Olé, olé, olé! Olé, olé, olé!
Yes. En in de wc. Ik heb een cadeau voor onze technicus. Ja, die ga ik nu even geven. Een cadeau, omdat ja, we hadden er even over. Ik loop de trap op. Het cadeau, Theo, is een Tony Chocoloni. Die zijn kijk, heel erg lekker. Lekker, ben je blij? Hij is al blij. Kijk, allemaal knopjes. Nu zie je onze soundcheck. Je moet aan het werk, Theo. Hij moet aan het werk. Want ik heb een soep opgeschreven. Dat was het dan.